Vandaag in de FOMO Show. Dat zeg ik net. Ik heb me niet aangelegd. Wij jongeren hebben het vandaag de dag niet makkelijk. Je hoeft je social media maar te openen en het gevoel van FOMO bekruipt je alweer. Al die uitjes en activiteiten dagelijks op je feed maken het ons allesbehalve makkelijk om maar geen FOMO te krijgen. En daar ga ik je met mijn twee vrienden Tobias Kamman en Jasper Demolin bij helpen. Deze twee tegenpolen, inclusief mijzelf, vormen het ideale panel om voor jou de meest uiteenlopende activiteiten te testen. Van de Hoge Veluwe tot aan Bordeaux, je ziet het in de FOMO Show. We staan hier ergens in Drenthe. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat ik ook al een dagje ouder word. En ik dacht, misschien is het dan wel leuk om alvast kennis te maken met mijn voorland. En alvast een seniorenweekendje samen te beleven. Ik weet nu al dat ik hier geen FOMO voor ga hebben, Tobias. Kijk, ik ga al bijna met pensioen, dus ik wil alvast even... Gast, je bent 32. Je doet net alsof je 60 bent. Maar, ik kijk er gewoon heel erg naar uit. Dat is al anders, dan past het iets meer in het format. Jij kijkt rijkhalsend uit naar je pensioen. Ja. Is dat terecht? En wat is dan een leuke dagbesteding? Dus ik heb een heel weekend vol met leuke activiteiten gepland. En we gaan snel van start. En ik heb dus ook, want jullie zien er nu te hip en te jong uit. Omdat we gaan fietsen en ik wil wel dat niet zo'n helm opdoen. Ja. Dat staat nergens op. Dompotje, maar onderpot. Ik heb een jeugdtrauma aan helmpjes. Afritsbroeken, deze is voor jou. Voor jou ook een mooie afritsbroek. Waar slaat dit op? Ik kan het niet aandoen. Hij, die van hem is veel te strak. Ja, geef mij die dan. Hij heeft weer een camel toe. Het is weer zover. Camel Toby. Hij is er weer. Nou jongens, hier zijn de fietsen. En ik heb degene met de fietstas en de proviant. Ja, wacht even. Jij hebt een elektrische fiets. Ja, verschil moet er wezen in het leven. Het is allemaal niet zo eerlijk in de wereld. Want we gaan zo naar Oorvotten. En daar is een hartstikke leuke brokantenmarkt. Wat me dan wel van je teleurstelt, dat je niet zo'n kaart hebt op je fiets. Ja, dat stelt mij ook. Ze allemaal, die senioren, zo'n kaart zo. Kijk, een baal ook. Dat vind ik ook wel jammer. Ik ga vandaag pang. Er gaat vandaag een punt komen dat ik helemaal gek word. Hij haalt nu al bloed onder mijn nagels vandaan. Ik heb niet het idee dat dit een serieuze aflevering is. Ik ben kwaad. Een hele lange dag dit. Eens even kijken. Zo! Ho! Die wil wel, hè? Ho! Uit, jongen. Senioren op elektrische fietsen. Moordmachines. Wat een ellende dit. Komen jullie? Hey, hoeveel kilometer is dat fietsen? We zijn net weg. Ja, maar... We zijn 50 meter verder. Wat een gezamenlijk weer. Het is hier mooi, hè? Ja, echt een dorp voor jou. Hele dikke geiten. Terwijl Matthijs een technisch probleem bij de camera van Jasper probeert op te lossen, heb ik even tijd om Tobias, off the record, aan de tand te voelen om erachter te komen wat hij nou echt vindt. Vind je het lelijk hier? Ja. Heel lelijk. Waarom doe je dan op de camera alsof je het wel mooi vindt hier? Zit je dit nu te filmen? Ja. Ik heb dit gewoon hot op tape, heb ik dit. Nu heb je dus door dat je ons loopt te naaien. Hé, yep. Hè? Ja, ik heb hem. Dat gaat nu van de tape af. Wat dan? Ik heb hem even kendend gedraaid, jongen. Ja, Tobias, hier had je ook kunnen wonen, zegt hij. Ik vind het heel lelijk hier. Oh, zie je nou? Als je het hier lelijk vindt, dan vind je het lelijk. We gaan het eerlijk beoordelen. Oké? Okay? Ja, maar... Oké, we gaan weer rijden. Kijk, een boze echt niet. Schieten we even op, jongens. Oh man, want is hier toch een act aan het opvoeren, hè? Hij is wel lekker aan het optreden, ja. Kom maar mee! Nou, best druk hier. We gaan erheen, jongens. Ja, nee, dit is... Nou. Bent toch prachtig hier. Het is net het middeleeuwse dorpje. Nou, zo zien de mensen er ook uit alsof ze uit de middeleeuwen komen. Maar het is wel echt bizar druk hier, joh. Nou, moeder overste, wat gaan we doen? We gaan naar de brokantenmarkt, die is hier. Wat doe je met je accu? Ja, dit moet je dan meezeulen. Dat vind ik, wil jij hem anders voor mij vasthouden? Nee, alsof die senioren hier jouw batterij gaan lopen, Jan. Ik denk dat het zo'n oud vrouwtje... Ja, die gaat zo... Willen jullie misschien een pakje sap? Domhulpelsap. Jongen. Oh, echt zo'n bammetje. Jezus, ik voel me echt wel alsof ik in groep 3 zit. Gaan we nou beginnen met je... Ach, kijk, wat een leuke ding allemaal. Kijk. God. Ik voel me echt zo misplaatst hier. Ja, er is één iemand hier heel tevreden. Ik ben hier gewoon nog niet in mijn leven. Ik ben nog niet op dit punt dat ik hiervan kan genieten. Nee, ik hou hier ook vrij weinig plezier uit. Het spijt me. Ik vind echt dat deze mensen allemaal heel veel energie hebben gestopt in de kraampjes die ze hebben. Vind ik... Wie heeft er zin in een lekker ijsje? Als je twee vrienden een weekend lang in de zeik probeert te nemen, dan kun je hem natuurlijk op een bepaald moment terugverwachten. Die is voor mij. Ja, dat... Ja, doe het. Dat zeg ik net. Ik heb me niet aangelegd.
Ja, die kan ik wegflikkeren. Ik ben klaar. Nee, niet weggooien. Ja, je hebt er aan gelikt, sowieso. Nee, ik heb hem niet aangelikt. Ik heb hem niet aangelikt. Kom, ga zitten. Ja. Ja, die kan ik niet omlachen. Ah, even lekker zitten. Ah, proost. Nee. Hij heeft er aan gelikt, hè? Ja, ik heb hem niet aangelikt. Ja, hij heeft er aan gelikt, hè? Nee, hij heeft hem niet aangelikt. Nee, ik zweer het je. Kijk hem met die droefbek. Het lekt ook. Ja. Zit je niet zo aan te stellen? Neem even een hapje van het ijsje. Het is al helemaal gesmolten. Ik heb hem niet eens aangeraakt. Deed dit. Hij heeft hem niet aangeraakt. Pinky swear. Ik vertrouw jullie niet. Vreet dat fucking ijsje op. Niet aangelikt, jongen. Oké. Allebei vingers in de lucht? Ja, maar zodra ik één lik neem, dan barst jullie lachen uit. Ja, en dan bleek toch dat dat niet zo was. Ja, wij hebben er niet... Niemand van ons heeft aangelikt. Moet ik tuf? Ik heb hem wel aangelikt. Stelletje teringleiers. Nou, nu ben ik er klaar mee. Oh, die hoef ik niet meer. Wat een klootzakken. Ja. Oh, nu heb je al mijn bacillen in je bek zitten. En terwijl u naar de herhaling kijkt van hoe de bacillen van Jeppe op het ijsje van Tobias komen, let u dan vooral op de perfecte time van Jeppe en de oplettende ijsko-dame. Jeppe heeft gisteren nog gebaft. Ik heb die baalbek van hem. Kom op, de lol is mij hier wel vergaan. Alsof dat niet zo was al. Ja. Het begint steeds leuker te vinden hier. Ja, ik ook. Nou, wat gaan we doen? In de klompenmakerij ziet u dat er heel wat bij komt kijken om van een blok hout een klomp te kunnen maken. Nou, dan gaan we daarheen. Kom op. Onderweg naar de klompenmaker bleek het likje van Jeppe zijn werk te hebben gedaan. We hadden de oude Tobias weer terug. Een souvenirwinkel weer met nog meer rommel. De ene tegenvallen dan de andere. Ja, ik vind het steeds leuker worden. Hoe langer, hoe meer ik erachter dat hij uit zijn rol valt. En dat hij gewoon niet meer, weer zichzelf is. Dat hij weer alles afjankt. Oh, hij is dicht, hè? We regelen dat wij alsnog van binnen mogen. Nee, dat durf ik niet. Zeg maar dat we van de Nederlandse televisie zijn. Ja, doe maar even. Ja, YouTube. Hij baalt ook dat hij niet op tv komt, hè, met dit programma. Oh, kijk, daar is gewoon de klompenmaker, hoor. Ja, ik hoor het ook. Goeiedag. Ja. 4 uur is de laatste rondleiding geweest. Hey. Ik ga nu niet meer klompen maken, je mag wel even rondkijken. Nou, dat zal wel heel leuk zijn. Leuk. Al snel blijkt waarom Chris eigenlijk al op zijn fiets naar huis had willen zitten. Hij is de 80 al gepasseerd en het vrijwilligersbaantje in de klompenmakerij begint steeds meer op werken te lijken. Maar daar heeft niet iedereen een boodschap aan. Oh ja, en dat is een mal. Nee, een mal. Kijk, de meeste mensen hebben een linker en een rechterbeen. Dus als ik het uit ga rollen, zo met die machine. Zo gaat dat. Maar deze draait heel hard en deze draait niet echt, toch? Nee, dat is de mal. Dit is een model, die taster. Dit is een linkerklompje. Zie je dat? Mm-hmm. Zie je net de andere kant, een spiegelbeeld. Ah ja. En waarvoor is dat nodig? Dan maak je een linker en een rechterbeen. Ah, natuurlijk, ja. Dan snap je dat. Nooit ontdekt nog. Ja. Het is niet deze de snelste. Deze machine hetzelfde. Moet je spederij ook nog zien? Nou, volgens mij bent u ook wel moe, toch? Nou, ik moet toch even naartoe doen. Je kan even meelopen. Het is wel echt een ambacht. Je moet niet zoveel vragen stellen, want dan wordt Chris heel boos van. En ondanks de vele signalen kon Jasper zijn enthousiasme toch weer niet bedwingen. Je moet niet zwaarder maken, weet je wel. Er staat een soort... Hoe kom je op het idee? Maar kijk, Chris maakt wel bijlen, zie je dat? Ja, ik kan ook. Ja? Ja. Jasper, ik ga het niet allemaal uitleggen. Sorry, ja, ik vind het gewoon interessant. Nee, ik heb het idee dat Chris jou een beetje vervelend vindt. Hoezo? Ik zal gewoon vragen. Mag ik één dingetje vragen? Het gebeurt toch als ik... Nee. Maar kijk, dan gaat er iets open daar. Ja, maar Jasper... Trek hem maar aan. Ja, mag toch? Oh, kijk! Vet! Kooltjes hier leggen. Nu kan ik het aansteken en dan gaat mijn vuur weer branden. Ja, precies. Ja, dit is gewoon een soort zuurstof erbij brengen. Dit is een antiek gereedschap. Dan moet je niet al lopen blijven hengsten. Oké, jongens, we gaan Chris met rust laten. Ja, het is mooi. Heel erg bedankt, Chris. Ja. Heel erg bedankt. Fijne avond. Fijne avond. Eenmaal terug aangekomen bij het hotel, is het tijd om in te checken. Het hotel heeft dus eigenlijk geen 3-persoons slaapkamers. Maar ze waren zo sportief om dat wel voor ons te accommoderen. Daan en ik liggen dan hier zo
Oh, mooi kleur. Naast elkaar. En dan hebben ze dus voor Jeppert daar ook een... Ja, daar ga ik niet op liggen. Ja. Ja. Daar ga jij maar lekker op liggen. Jij bent toch al bijna overleden. Jij bent hier de survivalaar. Nee, ik ga niet op dit stretchertje liggen. Ja. Oh, reuze lekker. Dag. Oh, dat is heerlijk. Prins heerlijk ligt hij daar. En na deze teleurstelling voor Jeppe en een korte opfrisbeurt naar onze fietstocht... is het tijd voor het diner. Nou, gaan we lekker een hapje eten. Fijn dat jullie ook zo mooi hebben aangekleed. Ja. Nee, maar kijk jongens, hier moeten we vanavond wel zijn. Ja, daarvoor zijn we in dit hotel, vanwege de bingo. Oh. Misschien zit er toch nog te veel jeugdigheid in mij om hier helemaal vrede mee te hebben. Hey, ik kijk dan wel uit naar mijn pensioen. 'S Ochtends dan wakker wordt, flesje rood opentrekken. flesje rood opentrekken. Heerlijk, de vrijheid om dat te doen. En dan niet van die mensen die daarover oordelen. Kijk. En tijdens het diner vond Tobias het uiteraard weer nodig om alles uit de kast te trekken om er een ultiem bejaardenuitje van te maken. Dankjewel. Moeten we dit echt drinken? Ja. Nee, ik ga dit niet drinken. Ja, jij gaat het wel drinken. Ja, maar dit... We hoeven de alcohol niet te misbruiken. Dit moet je, hier moet je van genieten. Je nipt het. Je hoeft het niet te shotten. Oh. Doe even voor je nipt het. Doe even voor, doe je dat dan? Je handen op je rug. Oh, lekker zeg. Nou, 3, 2, 1, jank. Ja. Nee, oh, ik krijg helemaal kippenvelden van, kijk. Ja, ik neem gewoon die toverspiet. Dat is het enige wat een beetje... Maar dan breng je daar het leven in. Dan wil ik wel van de plek uit. Hoezo, wat maakt het uit? Omdat ik hier niet naast die pinda wil zitten. Ik weet niet of je het wel eens serieus hebt genomen... of ga je eerst even wachten op je minuutje tot je mij naar het ziekenhuis brengt. Gelukkig kwam mijn wanhopige verzoek om met mijn pinda-allergie... geen satésaus naast mij te eten uiteindelijk aan. Al ging het niet helemaal van harte bij mijn vriendje Jeppe. Ik vind het wel echt heel lief van je dat je een ander sausje hebt genomen. Dit is gewoon een chili-saus uit een tube. Ja, je dacht dat die pindasaus niet uit een tube zou komen. Dat ze nu aan de gang zouden gaan om jouw chili-saus te maken. Ja, dit is gewoon een soort snackbar eten. Is het niet goed? Ja, ik wil gewoon de pindasaus, maar jij zegt... Nee, ik kan niet tegen een pinda. Aan een tafeltje zitten. Ik ga doen. Ik wilde je een compliment geven. Lekker. Iedereen houdt van tover met cheddar en halfgare groente. Dat is gewoon een soort van guilty pleasure van de meeste mensen. Eerlijk, dit is best lekker. Wat is het? Laat mij een stukje proeven. Nee, je hebt het verkeerde gekozen. Ga weg. Ik ben misselijk. Oh, jongens, stop. Kan iedereen even stoppen met wat hij aan het doen is? Jasper is misselijk. Ja, wat zielig. Kunnen we redden? Nee, voor de bingo? Oh, echt gaan? Ja, we gaan naar de bingo. Hè? En toen was het dus tijd voor de bingo. Want die mocht natuurlijk niet ontbreken op het programma van het seniorenweekend van opa Toby. We starten vandaag met de bovenste rij. Daarna gaan we verder met de volle kaart. Op het geluk van Tobias, jongens. Omdat zijn weekend maar geslaagd wordt. Het is 45. 51? Ja! Ik heb er al twee. Echt? Ja. 52? Ja. Ja, dat heb ik nu, jongens. 55? Ja, maar ik ben nu ondertussen wel bezig met de inhoud. 15? Kutzooi. Zei hij dat nou echt? Dat zei hij. Kutzooi. Zei dat kindje. Ja, maar ik hartstikke blij dat ze wint. Ik had er nog eentje. 36? Ja, ik heb bingo. Ja, ik heb die bovenste rij. Bingo. Mag je naar voren komen? Yes. Ik hoop zo dat hij valse bingo heeft. Dit is de juiste bingo. Ah, nee! Yes! Dat is ook maar deze hele goede prestatie. Pak je speelkaart en begonnen, jongens. Ja, nou. 28, 35, 38. Maar hij gaat er wel snel doorheen. Zo, inderdaad. 16, nee, heb ik ook niet. Shit. Hoeft nog maar eentje. 18. Spannend. 70. Ja. Bingo. Ja, ik heb bingo, ja. Kijk hem glunderen. Kijk hem blij zijn als ik ineens blij ben. Ik ben er wel bang voor. Wat? Ik ben er wel bang voor. Je hebt 14, ik heb geen 14.
Normaal gesproken moet je zingen, maar helaas niet. Ja, zingen! Ja, zingen! Zingen! Ja, zingen! Dat is gewoon niks voor mij. Wat gaat op? Je gaat zitten. Nee, lekker is er nou? Ga lekker tijdens de bingo weg. Doei. Kom op. De valse bingo in combinatie met Tobias' zijn sippendronk zorgde voor een abrupt einde aan deze bijzondere avond. Dat meen je niet. Ligt hij opgebaard? Waarom ligt je nou te tukken? Te balen van de verloren. Van de verloren bingo. Doei Matthijs. Het gaat lekker, hè, Matthijs. Terwijl de eerste bejaarden al in de auto zitten richting huis, begint de gebruikelijke klaagzang van Toby en Jeppe in de ontbijtzaal. Wanneer Jeppe ook nog even laat zien wat voor dierenvriend hij wel niet is, konden we eindelijk huiswaarts. Maar niet voor de allesbepalende beoordeling. Moet je FOMO hebben voor een bejaardenuitje? Het is mij toch wel iets zwaarder gevallen dan dat ik had gedacht. Er waren wel dingen die ik leuk vond. Het dorpje aan zich, het vriendelijke personeel in het hotel. Maar daar is dan ook alweer alles mee gezegd. Want eten is gewoon, ja, weet je, op de een of andere manier hebben senioren niet de behoefte aan kwaliteit. Het is gewoon een soort varkensvoer wat je ze voor kan schotelen. En ze vreten het op. Nou, net bij het ontbijt, ze dringen allemaal voor, de senioren. Vind ik ook een akelige gewoonte. Ik voel me nog niet zo als een van hen. Maar het is eigenlijk heel positief, Toby. Want je bent er eigenlijk achter gekomen dat je nog helemaal niet zo oud bent zoals je altijd voordoet laten komen. Ja. Maar kap je dan nu ook dit moment te doen alsof je 60 bent? Ja. Nou, ik denk dat ik het terugschroef naar 50. Okay. Nou, hoeveel Tobiasjes? Ja, 2,5 Tobiasjes geef ik. Vooral ook omdat de lieve mensen van het hotel zo hun best hebben gedaan. Toen je aankwam en jij ging vertellen dat we dit gingen doen, dacht ik, dit wordt echt een scheidweekend. Maar ik moet zeggen, ik heb het best vermaakt. Ik heb best wel gelachen. Er is natuurlijk helemaal geen reet te doen, maar dat is dus ook niet zo erg, vind ik. En jij hebt gewonnen met de bingo. Ik vond de bingo leuk, ik vond de smid vet. Vond ik ook vet. Chris vond het niet vet. Chris vond het wat minder. Als je een partyweekend wilt, dan zou ik hier niet heen gaan. Maar als je gewoon zin hebt om even tot rust te komen, is het helemaal lang niet zo gek om hier een weekendje heen te gaan. Dus dan geef ik het toch, denk ik, ook 3 Jeppe Jokers. Ik vond Orvelt een prachtig dorp. Ik vond de fietstocht mooi. Ik vond het hotel prima, maar ik ben hier gewoon nog niet. Voor comfort geef ik 2 dino's. 2? Zo. Dat is karig. Laat mij 2 dino's. Ja, dan wil ik toch ook 1 Jeppe Joker terugnemen. Nee, dat kan niet. Nee. Over het algemeen, moet je FOMO hebben of niet? Nee. Ik vind van niet. Ja, jij ook niet, want jij hebt het helemaal niet naar je zin gehad. Je bent de hele weekend chagrijnig geweest. Ja, nou, misschien dat we de volgende keer dan naar een luxe seniorenresort gaan. Nee, dit is je eigen schuld. Dit was jouw kans, ja. Jij regelt zo'n herberg. Vergeet niet te reageren voor het algoritme. Doe even een blauw duimpje omhoog en abonneer. Volgende week gaan we partyen! Hey, 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 hey.